Kriebelt het om les te geven? Heb je zin in een onderwijscarrière? Dan is dit zeker iets voor jou. Welkom op de infosessie Educatief Graduaat voor het Secundair Onderwijs. Ik gids jullie graag eerst eens doorheen onze programma's en trajecten en je kan dit volgen zowel op campus Oudenaarde en Brugge. Misschien heb je het gehoord dat de voormalige SLO, dus de specifieke lerarenopleiding aan het CVO, werd hervormd en ingekanteld is in het Ho-West-verhaal. Wie nu praktijkleraar wil worden op basis van werkervaring, kan deze educatieve graduaatsopleiding volgen. Je kan starten met de opleiding als je minimum 3 jaar nuttige werkervaring hebt in een praktijkvak, zoals elektriciteit, bouw, verzorging, horeca, hout en een hele rits meer. Met het diploma van het educatieve graduaat kan je lesgeven in het secundair onderwijs, deeltijdsonderwijs, centrum voor volwassenenonderwijs, basiseducatie, tweede kansonderwijs, kortom een hele rits aan mogelijkheden. Het is geen holle frase, maar elke student in onze lerarenopleiding is uniek. De ene combineert de opleiding met werk, de andere met werk en gezin, nog een andere student wil voltijds studeren en een ander is al aan het werk in het onderwijs. Kortom, elke student bij ons is op zoek naar een opleidingsproject dat haalbaar en combineerbaar is. We vertrekken steeds vanuit de vraag of de nood van de student. Wanneer kan je les volgen? Hoeveel tijd heb je om met je opleiding bezig te zijn? Welke lesmomenten passen voor jou? Ben je al aan het werk als leerkracht? Heb je weinig of veel ervaring met ICT? Heb je extra ondersteuning nodig? We bekijken dit en op basis daarvan bepalen we hoeveel studiepunten je kan opnemen. Afhankelijk daarvan zullen we je traject bepalen, maar minimaal duurt de opleiding 1,5 jaar. Je kan deze opleiding volgen, zoals je hier ziet, op campus Oudenaarde, Fortstraat 47 in Oudenaarde en campus Brugge, Rijsselstraat, Sint-Michielsbrugge. Het traject, zoals je hier ziet in ons opleidingsprogramma voor een educatief graduaat, bestaat uit 90 studiepunten. Het wordt opgedeeld in theorie, praktijk en stage. Je kan de opleiding op eigen tempo volgen en we bieden je een modulair programma aan. Dit betekent dat je grotendeels zelf bepaalt hoe je de opleiding afwerkt. Al onze vakken zijn praktijkgericht en de opleiding bestaat uit 4 pijlers. Binnen ik als lerende leer je je eigen sterkes ontdekken en verken je voor het eerst het werkveld. Ik als leerkracht in de klas draait dan weer rond het verwerven van didactische competenties om een krachtige leeromgeving te ontwerpen voor je latere leerlingen, met heel veel oog voor diversiteit. Pijler 3 luistert naar de naam Ik als leerkracht in de school en daarin gaat aandacht naar de samenwerking, communicatie met anderen en naar de bredere rol van de leerkracht. Tot slot is er Ik als leerkracht in de praktijk, waarvoor je zelf kiest en vanzelf in de klas staat, en taken opneemt in een school. In de opleiding ligt de focus op de praktijk. En beantwoorden we aldoende vragen als hoe ziet een goede les eruit? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen actief een vak leren? Hoe pak je moeilijke situaties aan? En ga je maar kijken naar je rechten en je plichten als leerkracht. Daarnaast verruim je ook je blik op het onderwijs en werken we je ICT en taalvaardigheden verder bij. Voor stage wil ik nog enigszins het volgende zeggen, dat de stage inderdaad gespreid is over meerdere semesters. Dit gaat door in een secundaire school, al dan niet in combinatie met volwassenenonderwijs. Er wordt ook bij ons aangeraden om zoveel mogelijk stage te lopen in verschillende onderwijsvormen, TSO, BSO, deeltijds of andere. En is uiteraard afhankelijk van jouw ervaringen in het werkveld. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats en tijdens de ganse opleiding loop je zo'n 40 uur stage. Tijdens de opleiding kan je steeds terecht bij de trajectbegeleider. Wil je je traject aanpassen? Wil je minder vakken opnemen? Wil je overstappen naar het LIO-traject, waarover later meer? Elke situatie wordt individueel bekeken en aangepast waar nodig. Onze manier van lesgeven heet blended learning. Dit is een combinatie van online digitaal onderwijs en contactonderwijs. Onnodig om te zeggen dat in deze tijden voornamelijk werd ingezet op online onderwijs. Online betekent dat je je leerstof gaat aanleren, verwerken op eigen tempo via onze leeromgeving, virtuele leeromgeving Lego, en dat je op eigen tempo opdrachten afwerkt. Uiteraard laten we je niet in de kou staan en werken onze lectoren actief mee om dit te helpen verwerken. Contactonderwijs is inoefenen en verdiepen van de leerstof in klasgroep waarbij je in een klassieke klessituatie gaat les krijgen. Deze afstands- en contactformules zijn mogelijk in diverse vakken, maar theorievakken behalve communicatie
kan je in afstand volgen en je leert dan thuis op je eigen tempo. Wellicht zit je met nog een aantal vragen. Is dat studeren nog wel iets voor mij? Is het niet te lang geleden? Die examens zijn hier niet te zwaar, die opdrachten ga ik ze aankunnen. We kunnen hierbij geruststellen. Tijdens de opleiding krijg je ondersteuning van je lectoren, individueel en tijdens remedieringssessies. Heb je nog extra faciliteiten nodig, dan kan je die aanvragen. De dienst studentenvoorzieningen in Hoogwest staat steeds voor je klaar om aan je wensen te voldoen. Je kan de opleiding ook volgen via het LIO-traject, ofwel leraar in opleiding traject, als je te werk gesteld bent als leerkracht in het onderwijs. Hiervoor moet je minstens een halftijdse lesopdracht hebben in een secundaire school of in het volwassenenonderwijs. Je wordt intensief begeleid door een LIO-begeleider en mentor op je werkplek. De theoretische modules volg je samen met de andere studenten, in afstand of in contact, en je komt ook drietal keer op intervisie bij je LIO-begeleider en deze opleiding duurt minstens 1,5 jaar. Ben je ook werkzoekend? Informeer dan zeker eens bij de VDAB of je opleiding met een VDAB-contract kan volgen. Er is immers een lerarentekort en daarvoor is leerkracht voor sommige vakken een knelpuntberoep. En kan je een financiële tussenkomstbetaling inschrijvingsgeld vervoer van de VDAB krijgen als je voldoet aan deze voorwaarden. Wil je graag meer weten? Wil je graag een persoonlijk traject? Ga dan zeker te raden bij een van je trajectbegeleiders. Uiteraard zit je nu nog met een aantal praktische vragen omtrent het studeren aan onze lerarenopleiding. Wij geven u graag een aantal antwoorden mee. Vooraleer dat we praktisch van start gaan, toch nog onze troeven even op een rij. We zijn echt praktijkgericht en hebben een heel sterke connectie met de onderwijsrealiteit. Het werkveld is betrokken, zeer sterk betrokken bij de ontwikkeling van ons curriculum. Bij ons ben je ook geen nummer. Je krijgt echte persoonlijke begeleiding en onze ervaren lectoren die gepokt en gemazeld zijn in het onderwijs, gaan je hierbij verder helpen. Qua innovatie kijken we uiteraard naar het onderwijs van de toekomst. En niet alleen materieel, met een aantal apps, smartboards of andere zaken, maar kijken ook naar het immateriële, de nieuwe vormen van didactiek en het out-of-the-box denken hoe dat je veilig iemand echt onderwijs kan verlenen. Ook doorheen onze presentatie is de flexibiliteit een van onze sterkhouders. Je kan een variabele opleidingsduur doorlopen bij ons, waar we rekening houden met je persoonlijke situatie. En uiteraard is duidelijke communicatie en verwachtingen een van de belangrijkste pijlers van onze opleiding. Je kan deze opleiding volgen op onze campus Hoogwestbrugge station, Rijsselstraat 5, Sint-Michielsbrugge. Zoals eerder gezegd zijn de lesmomenten van ons op verschillende momenten, zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Dit kan op voormiddag zijn, namiddag zijn, avonden in de week, als zaterdag voormiddag. En nogmaals, dit is afhankelijk van het traject dat je in overleg met de trajectbegeleider hebt bepaald. Je kan ook bovendien deze opleiding volgen op Campus Hoogwest Oudenaarde, Fortstraat 47 in Oudenaarde, onder dezelfde voorwaarden in Brugge, uiteraard ook weer op verschillende keuzemogelijkheden, op voormiddag, namiddag, avonden, in de week, als zaterdag voormiddag, en steeds in overleg met je trajectbegeleider. Nu iets over de kostprijs. Helaas. De tarieven liggen vast en zijn voor alle hogescholen en universiteiten dezelfde. Bij inschrijving betaal je het vast gedeelte voor het volledige academiejaar plus het bedrag voor het aantal studiepunten dat je opneemt. Het bedrag zal dus variëren als je een deeltijds- of voltijdstraject opneemt. Kijk zeker of je in aanmerking komt voor een studiebeurs. Studiebeurzen zijn immers afhankelijk van je inkomen en gezinssituatie. Iedereen kan dus een aanvraag doen. Hieronder vind je de categorieën. Heb je beslist hoeveel studiepunten je zal opnemen, dan bekijken voor jou de kostprijs van het traject. Je betaalt ook een extra studiekost van ongeveer 90 euro. Voor inschrijvingen met 30 of studiepunten of minder, wordt de extra studiekost verminderd met 30 euro. Deze opleiding is ook erkend en je kan dus educatief verlof aanvragen. Je werkgever moet dit wel toestaan. Meer info ga je vinden op de site van het Vlaams Opleidingsverlof. Wie nog geen hoger diploma heeft, kan ook opleidingschecks bij de VDAB aanvragen. Wil je graag starten met de opleiding, dan kan je je online registreren.
Dan ben je nog niet ingeschreven, maar krijg je wel al de nodige info om dit te doen en je wordt nadien gecontacteerd door de trajectbegeleider voor meer info om je persoonlijk traject op te maken. Belangrijk is wel om de juiste opleiding en locatie te selecteren. Bij je webregistratie ga je daarom naar bij soort opleiding, naar educatieve opleiding, dubbele punt, lerarenopleiding. Vervolgens klik je op het tweede balkje, opleiding, educatief graduaat, en selecteer je waar je deze opleiding wilt volgen, Brugge of Oudenaarde. Inschrijven kan vanaf eind juni 2020, zoals ik eerder gezegd heb, op de studentensecretariaten. Dit wordt aangegeven ook op de algemene site van HoWest. Daarvoor, als je wilt inschrijven, breng je identiteitskaart mee, diploma, bewijsnuttige ervaring en bankkaart mee. Meer info over locaties en openingsuren vind je tevens op onze site. Heb je nog meer vragen, wens je nog meer info, stuur dan gerust een mail naar een van onze trajectbegeleiders en maak een afspraak met hen. Je vindt tevens op onze site ook de verschillende vaks of frequently asked questions en daar vind je al heel wat concrete info. Ik bedank jullie voor jullie aandacht en hoop jullie te mogen verwelkomen in een van onze opleidingen. En alvast, tot binnenkort!